Het is een driedelige serie, zeg maar, van 40 minuten per aflevering. Over Arno Heintjes, de mens en de muziek. Is dat voor canvas, ja? Dat is voor canvas. Het was mijn plicht om Belgische rockbands ook te interviewen voor Humo. Maar soms, meestal deed ik dat, want daarna kende ik die mensen niet. Maar met Arno was er zoiets van, ja, dat is wel iemand. Ik zong die teksten mee. Presse, verles, jel, kom la, toure, Ik had daar juist een beetje het gevoel dat ik een historisch moment meemaakte met zo de ene na de andere die hier binnenkwam. Maar jullie hebben dat gevoel waarschijnlijk totaal niet meer. Nee, maar ik vind het wel tof dat we ondanks corona nog eens even de kans krijgen om elkaar te kruisen hier. Hè. De Jan, Mark, de Joske en dan Arno zelf natuurlijk. Nee, dat is gewoon fijn, dat is nog wel tof. Ja. Want dat gebeurt eigenlijk zo niet meer zelfs. Moest het niet corona zijn. Ja, dat was ook een historisch moment, een klein historisch moment. In zoverre dat wij allemaal drukke levens hebben. Jos, Arno, Dominique, Jan de Kort en ik. We zijn nog altijd actieve ouderlingen. En dat wil niet zeggen dat we elkaar dus heel dikwijls zien. Maar als we elkaar zien, is er altijd iets speciaals. Ja, dus je voelt dat direct. Erwin is ook een beetje een combo. Hè? Als hij ergens binnenkomt, is het een beetje een flukje luk. Iedereen kijkt wel op. Maar iedereen loopt hier nog beeld. Oh god. Maar hier zit het echt in. Als je dan maar optelt, die vijf figuren op die foto. De ene heeft 10 LP's gemaakt, de andere 7 langspeelfilms, de andere 40 toneelstukken. De andere heeft in 40 stukken meegespeeld. Dus er is al iets gebeurd, maar we zijn nog niet aan het einde. Na corona. Ja, dat zijn vriendschappen voor het leven. We hebben allemaal onze eigen eigenaardigheden en we hebben ook onze tegenstellingen. Maar als we samen zijn, is dat altijd goed. Men vraagt me al heel lang om een documentaire over Arno te maken, al jaren. Ik heb dat altijd niet willen doen, omdat ik een goede maat van Arno ben. Ik vond het moeilijk om iets te maken door iemand die je goed kent. Toeval wou dat vorig jaar net iemand er weer opnieuw voeren. Ik zei nee man, dat vraag ik zo lang, ik doe dat niet. En een week later belt Arno mee op om te zeggen dat hij heel ziek is en zo. Maar Bol zegt hem, ik hoor ook dat je een documentaire over mij gaat maken. Dus dat was in dezelfde telefoongesprek. Ik zeg, ja eigenlijk niet. En ik voelde aan zijn stem dat hij dat een beetje spijtig vond dat ik dat niet zou doen. Dus heb ik hem een paar dagen later opnieuw gebeld en zei ik zou dat tof vinden als ik dat zou doen. En Arno die zegt nooit ja of nee, hè, maar je voelt aan zijn stem wat hem eigenlijk bedoelt. En ik voel dat hij het tof zou vinden. Ik dacht, hij is binnenkort dood. Dus ik moet dat doen. Ja, meneer, voor het nageslacht en ook voor hem om plezier te doen. En gelukkig leeft hij nog en dat gaat nog lang meegaan hopelijk.